casual motorkleding. We zien het steeds vaker en het is hartstikke modieus. Maar hoe veilig is het? We reizen af naar Breda om Rogier deze vraag voor te leggen. Rogier, als het nou gaat over motorkleding en veilige motorkleding, dan denk je in eerste instantie aan een motorpak, hè, aan een textielpak of aan een lederpak. Maar ja, de trend is tegenwoordig ook wel dat mensen er gewoon goed uit willen zien, ja, op een motor. En gewoon met kleding die je normaal gesproken ook aan kunt hebben. Hoe spelen jullie daarop in? Zeker waar. We hebben tegenwoordig heel het assortiment omgegooid. De casual kleding is heel erg uitgebreid. We hebben jeansmodellen met stretch, zonder stretch. Die hebben allemaal Kevlar, dus die zijn verstevigd. Ook met kniestukken eventueel. Hoodies, truien, vesten, overhemden. Lederen jassen die er heel casual uitzien, die ook verstevigd zijn. En schoenen, korte schoenen die gewoon hetzelfde zijn als in de stad, maar de hak, de zool en de enkel verstevigd hebben, zodat je er echt mee kan gaan motorrijden. Oké, toch wel, want ik zag laatst iemand op een motor zitten, volle snelheid, met een trui aan. Dat ziet er natuurlijk heel raar uit, maar ja. Hoe hebben ze dat dan gedaan? Hoe is dat dan verstevigd? Ja, er zit net zoals bij een textieljas optie om een backprotector bij te kopen. En de schouders en de ellebogen die worden sowieso altijd meegeleverd. Dus daar zit overal plek voor gereserveerd, zeg maar. En dan nog natuurlijk voor het schuiven, hè, want voor het verbranden en het slijten van de stof zit er Kevlar achter de buitenlaag van de stof. En daardoor val je er niet doorheen. Oké, dus als ik zo'n motorspijkerbroek zou kopen, door die spijkerstof, ja, daar glij je zo doorheen. Ja. Dat weten we inmiddels allemaal wel. Maar die laag eronder, die zorgt er dus echt voor dat je heel blijft eigenlijk. Ja, die Kevlar die heeft een hele hoge verbrandingstemperatuur nodig om te verbranden. Ja. En die is heel slijtvast. En sommige broeken die hebben dan ook nog een Cordura in de denim verweven. Dus dan is de buitenbroek ook nog redelijk veilig. Oké, zou je nou kunnen zeggen dat je met dit soort bijna modekleding toch diezelfde protectiegraad haalt als met een... Met een motorpak, zoals we die kennen? Ja, heel veel textiele kleding zal hetzelfde beschermen als een gemiddelde Kevlarbroek. Moet je wel rekening houden dat als je het gaat vergelijken met sportkleding, dat je dan wel aan grotere protectiestukken zit. Een stuggere pasvorm die je toch meer in een gedrongen houding houdt voor het rollen ook en zo. Maar qua slijtage en secondes met glijden kun je dezelfde secondes halen als met een textielpak, ja. Oké, dus voor mooi weer, straatgebruik... Kan het eigenlijk hartstikke goed. Ja. Als je er met het circuit op gaat, zou jij zeggen van nou, dan moet je gewoon toch wel goede leerspullen hebben. Ja. Oké. Rogier, om nog even terug te komen op die motorjeans, daar krijgen we best wel veel vragen over. Het is natuurlijk ook wel een lastige combi, want het moet en goed uitzien, maar het moet ook echt wel heel veel protectie geven. Nou, we hebben het net al even gehad, hè, over die extra Cordura laag en dat Kevlar, maar zijn er nou nog meer dingen waar ze echt specifiek rekening mee houden bij het ontwikkelen van zo'n motorjeans? Ja, zo'n broek mag absoluut niet openscheuren. Want dan is de Kevlar ook weer voor niets erin gezet. Dus de stiknaden van de buitenbroek die zijn dubbel gestikt. Er zijn echt veiligheidsstiknaden die CE gekeurd zijn. Dus je kunt ook niet zomaar een Zara broekje kopen en daar Kevlar in verweven. Dat moet echt wel een serieuze broek zijn voordat je daar überhaupt de Kevlar in kan zetten en veilig op weg kan. Ja, dus eigenlijk, je zou bijna kunnen zeggen, alles is ten opzichte van een normale spijkerbroek sowieso al 3 keer zo sterk uitgevoerd. Ja, die kwaliteit is al veel beter. Er is al veel meer over nagedacht. En veel serieuzer in elkaar gezet, ja. Ja, dus, maar sowieso niet met je normale spijkerbroek dus op de motor. Nee. Dan schuif je binnen 0,2 seconden doorheen. Ja. Dus de verf van een normale spijkerbroek die brandt in je been. En die chemicaliën ja, die gaan ze de zonneverdoving uithalen. Dus dat is niet prettig. Ik zeg motorjeans. Tot slot is nog één ding wat me dan nog een beetje dwars zit als het gaat over casual kleding. Kijk, bij normale motorpakken kun je de jas en de broek aan elkaar vastritsen. Zodat als je er vanaf gaat, dat die jas niet omhoog kan kruipen. Is daar bij casual kleding ook een oplossing voor? Je hebt hem al in je hand, kijk, zie ik. Wij bij Motorkleding Store hebben dit dingetje. Ja. Die verkopen wij. Die kun je aan je riem bevestigen. Tussen de lusjes door van je broek. Ja. De meeste jassen zijn al uitgerust met de wederzijde van de rits. Ja. Zo niet kun je deze erin laten stikken bij een kledingatelier. En hierdoor kun je ze aan elkaar bevestigen. Waardoor ze dan vastzitten. En dan kan de jas niet omhoog kruipen. Nee, ergo, protectie geregeld. Oké, hey, dankjewel man. Graag gedaan.